Giuseppe Bergomi, 2,5 uur voor de wedstrijd. Jonk praat met Sosa. Er is allesbehalve sprake van het opgefokte sfeertje in Nederland voor de wedstrijd. Zenga. Dennis Bergkamp staat ten onrechte aandachtig te luisteren. Aan figuranten voor films over The Godfather geen gebrek in Udine. Dit wordt een hele belangrijke wedstrijd, een soort herexamen eigenlijk voor Wim Jonk. Het is aan de ene kant heel moeilijk voor hem, omdat hij een paar kansen krijgt om het te laten zien. En die moet hij dan meteen pakken. Maar aan de andere kant, dat zal hij toch moeten doen. Dus dit soort wedstrijden zal hij moeten laten zien dat hij belangrijk is. Dus het is belangrijk voor hem vandaag? Ja. Ik heb 3 weken niet gespeeld dan. Ja. En ik heb woensdag dan eindelijk weer gespeeld. En vandaag speel ik ook weer. Dus vandaag zou het dan eigenlijk een beetje moeten gebeuren, zou je kunnen zeggen. Voor jou. Vandaag is gewoon een belangrijke wedstrijd. Een belangrijke wedstrijd voor jou. Zeker. Geloof mij maar, er is in Nederland echt niemand die dit soort passes geven kan. Het is hemeltergend dat er steeds maar weer mensen zijn die twijfelen aan zijn talent. Jonk is namelijk de rechtsbenige van Hanegem, de beste Volendammer aller tijden, de Nederlandse Glenn Hoddle. Het komt goed uit dat Jonk zo goed speelt, want hij dreigde bij Inter een beetje omstreden te worden. Gewoon een beetje nare situatie is het gewoon natuurlijk. Het is geen beste situatie. Als je 3 weken niet speelt, dan is er iets niet goed natuurlijk. Nee. Ik heb meer deukjes gehad in mijn carrière. Ja, dat bedoel ik. Dus ik weet wel hoe dat gaat, dat liedje. Ja? Ja, dat ken ik heel goed. Je kent het liedje van de teleurstelling? Ja. Hoe gaat dat liedje, wil je vragen? Mogen we het een dal noemen even? Dalletje. Dalletje? Dalletje. Kom je eruit? Zeker. 100%. Ja. Dick Advocaat moet goed opletten, want dit soort passes kunnen we heel goed gebruiken in Polen. Dat vindt Dennis trouwens ook. Gezien de kwaliteiten van Wim denk ik dat je hem nodig hebt. Dus jij denkt ook dat Advocaat Jonk moet opstellen? Ja. Ik ga ervan uit dat ik tegen Polen gewoon speel. Waarom denk jij dat je speelt dan? Omdat ik dat extra's kan brengen tegen Polen. En Advocaat moet jou opstellen? Advocaat moet me opstellen, ja. Rubén Sosa, de levensgevaarlijke spits van Uruguay, maakt hier 1-0 voor Inter, dat de wedstrijd tenslotte ook zou winnen. De reputatie van Bergkamp is wel gevestigd in Italië, wat je onder andere kan zien aan de overtredingen die er tegen hem worden gemaakt. Departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope. Wat zeggen die Italiaanse verdedigers eigenlijk allemaal tegen onze Dennis? Ja? Ze spreken dan tegen je dat je benen worden afgezaagd en in vierde worden gebroken en zo. Dat zeggen ze tegen je? Dat zeggen ze dan tegen me. Hoe klinkt dat in het Italiaans? Het klinkt vrij rot in het Italiaans. Wim Jonk speelde zijn beste partij voor Inter. Hij was erg aanwezig, mooie lange passes, op doel geschoten. En duidelijk een speler op de weg terug. Hey. Goed nieuws over Jonk. Hey. Ja? Shirtje van Dennis Bergkamp. Oh. Heeft hij meegespeeld tegen Udinese? Zo wat. De modder zit er nog aan. Ja. En ruik even. Ja, nee, ik rook hem al. Ruik nou. Nee, ik rook hem al aan. Het is het zweet van Dennis. Ja.